In Suriname zijn de zandstranden kwetsbaar, zegt Michael Hiwat, Marine Conservation Officer van WWF Guyana's. Volgens Hiwat is dit gebleken uit de resultaten van de studie, gedaan in 2016 door professor Edward Anthony. In het kader van deze studie, getiteld De effecten van schelpafgravingen langs de kust van Suriname, is vandaag een presentatie gehouden in Theater Uniek. De presentatie is georganiseerd door WWF en verzorgd door Kathleen Gersie, kustmorfoloog aan de Anton de Kom Universiteit. Gersie heeft benadrukt hoe belangrijk Braamspunt en de zandstranden in Suriname zijn en wat de effecten van de afgravingen zijn. Men denkt dat het alleen om de zeeschildpadden gaat, maar dat is het niet alleen. Vooral als kustbescherming. De zeespiegelstijging zit aan te komen. Dat betekent dus dat je golven ook veel meer energie hoger zullen worden. Nou, en dat Braamsputstrand en eigenlijk alle andere stranden in de vorm van ritsen, die bieden dus een bescherming als er geen modderbank voor onze kust staat. Kathleen Gersie, kustmorfoloog. Volgens Hiwat is WWF sinds 1969 bezig met de zeeschildpadbescherming in Suriname. Hij zegt verder dat de zandstranden in Suriname ook belangrijke neststranden zijn voor de zeeschildpadden. De conservation officer uit zijn bezorgdheid over de zandafgravingen die weer opgestart zijn te Braamspunt. Ons advies naar het ministerie is geweest van geen mijnbouwactiviteiten aan de kust en in het bijzonder ontzie Braamspunt. Omdat Braamspunt ook nog een extra functie heeft, namelijk kustverdediging van Noord-Paramaribo. Dus het is niet alleen naar zeeschildpadden waar we naar kijken, het is ook die kustverdedigende functie. En eigenlijk is Braamspunt pas de laatste tijd belangrijk geworden als legstrand, omdat het strand van Matapica er niet meer is. Want in het verleden gingen de schildpadden naar het strand van Matapica. Maar we zien dat we een heel dynamische kust hebben. En door die dynamische kust verschuiven onze stranden. En eigenlijk is het strand nu helemaal opgeschoven naar het meest westelijke puntje waar het kan komen. Namelijk de monding van de Suriname rivier. En verder kan het niet opschuiven. Dus daarom dat deze functie bewaard moet blijven. En dat het dus belangrijk is dat de zeeschildpadden ook dit jaar gewoon ongestoord kunnen nestelen. Aldus Michael Hiwat, Marine Conservation Officer van WWF Guyana's. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmorgen naar aanleiding van de presentatie over het onderzoek, studie van de effecten van schelpafgravingen langs de kust van Suriname.